Dit is Kijk op Rijnmond. Hier in Rotterdam-Kralingen zijn ze niet blij. Excelsior is namelijk na 5 seizoenen gedegradeerd uit de Eredivisie. De spelers van Excelsior komen vandaag nog 1 keer samen op de club om het rampseizoen af te sluiten. Iedereen zit natuurlijk nog gewoon in de teleurstelling van gisteren, lijkt me logisch. Wat doet het met jou nu? Ja, veel. Je weet wat dit... Degradatie is het ergste wat je kan meemaken in een voetbalcarrière. En dat zal nog wel heel even blijven hangen. Terug naar gisteravond. RKC Waalwijk is over 2 wedstrijden te sterk en zorgt ervoor dat Excelsior degradeert. Trainer Adrie Poldervaart die dacht 8 wedstrijden terug al dat hij zijn ploeg niet meer aan de praat kon krijgen en hij stapte op. Ook zijn opvolger Ricardo Moniz die slaagde er niet in om Excelsior in de Eredivisie te houden. Ja, daar zijn eigenlijk geworden voor. En ik uitbouw niet hoe ik me voel, want het is eigenlijk een van de zwartste dagen in mijn carrière. Door het vertrek van veel spelers zal Excelsior moeten bouwen aan een nieuw elftal. De algemeen directeur, die blijft wel. Ferry de Haan bedankt namelijk voor de rol van technisch directeur bij Feyenoord. Uiteraard moet je in deze wereld vooral aan jezelf denken, maar ik vond dat niet chic naar de mensen dicht bij mij. Vanaf vandaag gaat de Haan bouwen aan een nieuwe ploeg in een nieuwe competitie. Maar met dezelfde supporters, want ook een dag na de degradatie worden er seizoenskaarten voor volgend seizoen gekocht. Het is heel, heel zonde, dat had niet nodig geweest. En ik vind het heel erg jammer dat we nu na 5 jaar toch weer terug moeten naar de keukendivisie. Je zag het al aankomen en je legt er je eigen er al min of meer bij neer dat het zou kunnen gebeuren. En het is gebeurd, helaas. Vliegen, vliegen en nog eens vliegen. Hier in de omgeving van de Kuip in Rotterdam zien de bewoners niets anders meer. Bij de milieudienst stromen de klachten van de bewoners binnen. We hebben constant lopen meppen, maar ja, dat hielp ook niet. Zakjes buiten gehangen met water, hielp ook niet. Azijn op de grond, hielp ook niet. Kruidnagel in een bakje, wat er allemaal voorgeschreven, hielp allemaal niet. We hebben nou een zak gekocht. En dan heb je zoiets van poeplucht, denk ik. Anders weet ik het ook, het moet stinken, anders komen die vliegen er niet op af. De oorzaak van de vliegenoverlast is niet bekend. Je 16-jarige kind helpen met alledaagse dingen zoals bijvoorbeeld tanden poetsen. Voor de meeste ouders is dat niet nodig, maar dat geldt niet voor de Rotterdamse moeder Natasja Hogerheide. Zij begeleidt namelijk haar zoon Sten die autisme heeft en krijgt daarvoor een persoonsgebonden budget. Hij heeft eigenlijk maar onderwijs gehad tot en met groep 7. Toen is hij vastgelopen op school. Hij kan niet naar school. En hij heeft nu een hele mooie maatwerkplek in het gebouw hierachter, bij Unity 99. Ja, mijn moeder heeft altijd goed veel steun gegeven aan mij. Ik kan zeker niet zonder haar. Want op wat voor manier steunt ze jou? Ik denk sowieso dat alles altijd lekker rustig verloopt. Dat het nooit te druk is. Door een brief van de gemeente Rotterdam verkeert het gezin sinds een maand in onzekerheid. De vraag is of moeder Hogerheide nog wel betaalde zorg aan haar zoon kan blijven geven. Vooral de toon van de brief kwam keihard aan. Ik was daar heel erg verdrietig van. Want wat zou er gebeuren als jij niet meer de rol als PGB'er kunt vervullen? Ik denk dat het dan zelfs zo zou zijn dat het heel lastig wordt voor Sten om thuis te wonen. Want ik moet dan meer gaan werken. In de brief staat dus dat niet iedereen meer recht heeft op de PGB. Dat ze daar veel strenger naar gaan kijken. Dat is natuurlijk om misbruik te voorkomen, wat veel gebeurt. Kun je dat ergens ook snappen? Ik snap altijd dat mensen in de gaten willen houden of het geld wat besteed moet worden aan de zorg wordt besteed. Wat ik alleen jammer vind, is dat ze nu dus de ouders pakken, hè, waarvan hun kind in de jeugdwet zit en niet naar de WLZ kan. En die ouders die allemaal keihard werken om te zorgen dat hun kind ook een toekomst heeft, dat ze die nu het hardst pakken. De gemeente heeft inmiddels aangekondigd dat er een nieuwe brief komt. En wethouder Judith Bokhoven heeft Hogerheide zelfs een excuusberichtje gestuurd. Goeiedag. Hoge druk zorgt in ieder geval morgen en in het weekend voor prima weer. Vanaf maandag worden de bordjes verhangen. Dan wordt het wisselvallig en koeler. Nou, vrijdag zijn er mooie zonnige perioden. Het blijft overal droog. De maximumtemperatuur komt wel wat lager uit dan vandaag. Het wordt gemiddeld genomen een graad of 18 in de regio en de matige wind uit het westen draait in de middag naar het noordwesten. Dit was Kijk op Rijnmond. Voor meer nieuws kun je terecht op rijnmond.nl of in de gratis Rijnmond app. Een fijne dag en tot morgen.